maken van de tweede dag. De ballon heel ver is gekomen, kun je een prijsje winnen. Daarna kunnen kinderen gaan stoeptekenen. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd, dus van de kleinste tot met leeftijd van groep 12. Daarna kunnen ze ook nog op de springkussens die op de grasvelden staan. Ze kunnen een ijsje, ze kunnen een suikerspin, ze hebben een herinneringsmedaille, ze kunnen gaan schatgraven. Wat heel bijzonder is voor de kinderen, omdat ze dan met de schat ook nog een prijsje winnen. En zo zijn de activiteiten tot 1:30 die hier dan duren. Oranjefeest is voor mij toch het gevoel van Nederland, we doen het goed. Goed vasthouden dat je kaartje kunt aanknopen. Wat dag is het vandaag? Zaterdag. En wat vieren we vandaag? Koningsspelen. En wat ga jij vandaag allemaal doen? Alles. En wat is het allemaal? Skileren, krijten en springen. Gefeliciteerd koning Willem-Alexander. Is jouw ballon weg? Ja! Nou kun je een prijs winnen. Maar dat vindt ze niet zo leuk dat een mooie ballon weg is. En weet je wat we vandaag vieren? Ja. Waar vieren we vandaag? Koningsdag, hè? Maar jij bent heel verdrietig dat je ballon weg is. Ja. Ga daar maar lekker gauw even spelen. Hoop dat ze het snel vergeet. Oh, waar let u op? Of de kinderen het zelf gedaan hebben. Of ze het zelf versierd hebben. Ja, wat leuk is. Maar ook met name of ze het zelf gemaakt hebben. Heeft u ook echt? Dat ik gehoord heb. Ik vind het elk jaar ja, wat staan van vrouwen dat? Dat niet. Het is gewoon een koninginnedag, maar dan met de koning. Precies. Maakt niet zoveel uit. Ik zag wel weinig koningen. Dus wie weet voor volgend jaar.